Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Een nieuwe beauty video voor jullie vandaag. Meer bepaald mijn opgemaakte producten. Ik moet zeggen dat ik tot een week geleden niet had gedacht dat ik deze video zou maken. Maar zoals dat meestal gaat, ineens begint dan van alles op te geraken. Het een na het ander. En ik zat weer mijn overvol zakje hier dat ik in mijn kast bewaar. En ik dacht, oké, ja. Het is zeker de moeite om hier een video voor te maken. Ik heb een mooie selectie van skincare, haarverzorging en een klein beetje make-up. Dat niet zo snel opgaat, dus dat zijn toch wel altijd uitzonderlijke prestaties. Allee, ik vind het gewoon plezant om producten op te maken. Niet om ze op te maken, maar uiteraard gewoon het gevoel dat wat je hebt, wat je koopt, dat je dat ook effectief gebruikt. En niet dat dat zit te verstoffen in die lade of in die kast, waar dat het misschien ook gewoon slecht wordt, terwijl het zo lang niet gebruikt wordt. We beginnen met een aantal basisproducten. Tandpasta bijvoorbeeld is er eentje van de Signal Integral 8 Actions White. Langdurige bescherming en wittere tanden. Maar ja, zeer witte tanden heb ik daar nu ook niet per se van gekregen. Gewoon een goede tandpasta. Ik heb al vaker gezegd dat ik niet echt merkentrouw ben als het op tandpasta aankomt. En dat ik gewoon koop wat er in promotie is. Dus wat er in bulk kan gekocht worden, dat komt mee naar huis. Deze watches, een grote crush van mij. Dit zijn de Shiseido Facial Cotton Watches. Dat zijn de meest geweldige watches ter wereld. Ik heb er een review over geschreven. Ik zal die zeker linken, want het lijkt misschien een beetje banaal. Watches, wat maakt dat nu uit? Maar ik ben toch wel heel blij met deze. En ik ben blij dat ik er een aantal backups van heb gekocht in mijn laatste Sephora-bestelling. Dit is het eerste pakket dat opgaat. En ik heb deze van ergens vorig jaar oktober in gebruik. Ik ben er al spaarzaam mee. Ik gebruik die watches bijvoorbeeld niet om mijn nagellak te verwijderen. Daarvoor gebruik ik de standaard cheapste watches die ik kan vinden. Maar voor mijn gezicht, voor de oogmake-up te verwijderen of bijvoorbeeld voor wat toner te verspreiden over de huid. Ja, dan gebruik ik wel graag die van Shiseido. Dat is echt wel een beetje luxe. Maar fantastisch om te gebruiken. Nog twee zo'n standaard producten. De Park Avenue kwastenreiniger. Wat is eigenlijk een spray. Het is niet zozeer een diepe reiniger. Daarvoor gebruik ik één keer per week de zeep. Ook van Park Avenue. Ik koop die bij die. Maar die spray is leuk voor tussendoor. Of ja, leuk. Het is gewoon handig voor tussendoor. Omdat je de kwast toch een beetje kan proper krijgen. En andere kleuren kan pakken de dag daarna. Dus yes. Je kan gewoon sprayen op een tissue. En dan je kwast daarover wrijven. Dan zie je dat de oogschaduw ervan afgaat. Maar ik heb ook zo'n metalen potje waarbij ik de kwast er even in kan dippen. En dan over een tissue kan gaan. Ik denk dat het alle twee even goed werkt. Het is gewoon een fijn product en handig voor zo tussendoor even de kwasten proberen te krijgen. Deze heb je ook al zeer vaak zien passeren. Dit is de oogmake-up remover van Kruidvat, de bifase. Dus een stukje normale reiniger en een stukje oliereiniger die je moet schudden om dan één geheel te krijgen, haalt de make-up er zeer grondig en gemakkelijk van af. En is gewoon een fijne oogmake-up remover voor een zeer betaalbare prijs. Dan een heel aantal maskertjes, waarvan toch heel wat starskin maskertjes. Maar ik ga beginnen met die van Sephora. Een beetje een vaste waarde in mijn opgemaakte video's. Dit zijn van die maskertjes die zo goed onder de ogen plakken en die echt heel de oogzone meenemen. Tot echt aan het slapen vind ik fantastisch. Die zijn goed geïmpregneerd met serum. En die zorgen ervoor dat heel deze zone goed gehydrateerd wordt. De ene is wat meer anti-aging, de andere is wat meer brightening. Maar uiteindelijk doen al die maskertjes hetzelfde. Namelijk de tere, droge huid onder de ogen een beetje voeden en hydrateren. En er gewoon veel beter laten uitzien. Hier ben ik ook heel tevreden van. Dit is de Rodial Dragon's Blood Hyaluronic Mask. Ik heb van deze lijn ook de oogpersjes gehad trouwens. Daar was ik ook zeer over te spreken. Maar tegelijkertijd kocht ik dus dit. En dit masker is een hydraterend hyaluronzuurmasker. Dus voor over het hele gezicht. Het is gewoon een transparante gel eigenlijk die dat je goed aanbrengt. Ik heb die vandaag bijvoorbeeld aangebracht na mijn exfoliërend masker. En dan gewoon royaal over het hele gezicht, de nek en ook zelfs het décolleté. Allemaal zones die hier baat bij hebben. Het lijkt een kleine tube, maar het is eigenlijk wel 50 ml. Dus je krijgt toch wel een mooie hoeveelheid. En je kan echt heel gemakkelijk werken en het masker aanbrengen. Ik heb het nu overal aangebracht, maar je kan bijvoorbeeld ook echt alleen de drogere zones targeten. Ja, ik was hier wel echt over te spreken. Het is zo mijn eerste kennismaking met Rodial. En dan hebben we Starskin. En dit zijn heel wat individuele sachets. Nu, Starskin is gekend voor zijn maskers, maar ze doen een hele uitgebreide versie van maskers. En maskers in de meest
ruime zin, moet ik zeggen. Ze zijn daar heel creatief mee. Wel, eerst zo'n standaard sheetmasker. Komt zo in een kartonnen verpakkingsje en dan zit binnenin eigenlijk het zakje zelf. Dus op zich wel een vrij luxueuze manier om zo'n sheetmasker te kopen. Dit was de Firming Biocellulose Second Skin Face Mask. Ik ben wel heel erg te spreken over het materiaal van dit masker. Het is echt van de biocellulose, wat maakt dat het super goed op de huid blijft kleven en dat het masker niet afzakt. Dus hoe lang ik dat ook op mijn gezicht liet, wat ik ook aan het doen was, dat bleef perfect zitten. En dat was wel heel erg fijn, want dat maakt dat het serum heel goed kan intrekken. En ja, dus eigenlijk het meeste baat hebt bij wat er allemaal in zit. Dus dit ging voor een voeding, voor een egaliserend en herstellend effect, voor een éclat en een instant lift. Dus een beetje van alles wat. Ja, zeer, zeer fijn masker. Het staat erin dat je het 15-20 minuutjes moet oplaten, maar eerlijk gezegd, doe maar een half uur, doe maar drie kwartier. Gewoon zo lang als je kan, tot echt het serum volledig opgeslorpt is door je huid. Een ander type masker dat ik van Starskin gebruikt heb, is het Exfoliating Double Layer Foot Mask. Dat zijn van die sokjes die dat je moet aantrekken, een uurtje en een half ongeveer laten inwerken. En dan gaan in de komende dagen, weken, je voeten beginnen vervellen. Het is eigenlijk ideaal om te doen zo in de lente, de vroege lente, net voor het zonnetje echt doorbreekt en dat je sandalen gaat dragen. Ja, het zorgt er echt gewoon voor dat je van die hele zachte voetjes krijgt. Ik heb iets soortgelijks gebruikt van het huismerk van Kruidvat. Ik moet zeggen dat ik het gevoel heb dat deze veel zachter is en dat het effect ook veel sneller optreedt. Bij die van Kruidvat denk ik dat ik in totaal een tweetal weken bezig was met vervellen. Dit is op een weekje gedaan. Maar anderzijds heb ik ook het gevoel dat die van Kruidvat veel dieper werkte en dat er ook zo ja, meer stukjes van het dikkere eeltgedeelte van mijn voet afkwam en dat deze van Starskin het echt hield bij zo wat oppervlakkig eelt en dode huid verwijderen. Dus als je echt zoiets hebt van ik wil een super super goed werkend voetmasker, dan zou ik misschien toch eerder naar die van Kruidvat gaan. Dit is zo eerder een zachte versie, maar anderzijds wel ook gemakkelijk om mee te beginnen als je zoiets hebt van ik ben daar een beetje bang voor. Ik wil niet direct all-out gaan. Als je trouwens niet weet hoe je dat moet gebruiken, geen zorgen. Vanachter staan tekeningsjes en uitleg. Dus je kan echt perfect volgen wat je exact moet doen. Het wijst zichzelf ook wel allemaal uit. Dus ja, er is niks irriterends of gevaarlijks aan. Dit is dan niet meer echt een maskermasker. Dit is een Foaming Peeling Perfection Puff, de Glow Star. En dat zit eigenlijk in een soortgelijk zakje. Maar dan krijg je een ander zakje binnenin en dan is dat echt zo een puff. Zoals je ja, bijvoorbeeld poeder op zou doen. Maar hier zit dan eigenlijk een exfoliërend serum in. En dat activeer je door een paar druppeltjes water in het zakje te doen. Zo een keer goed te drukken, zodat het geactiveerd wordt en een beetje begint te schuimen. En dan moet je een 2 of 3 minuutjes echt zo ja, zachtjes over de huid gaan. Vooral de zones die het nodig hebben, daarna afspoelen. Het resultaat is echt wel heel glad. Dus ik vind het super fijn om te gebruiken. Je kan het 2 tot 3 keer hergebruiken. Dus misschien dat dat wel wat minder hygiënisch is. Maar ik heb het gewoon telkens laten drogen in het zakje, rechtopstaand in mijn lade. En dan telkens terug geactiveerd met wat druppeltjes water. En dan van deze producten heb ik 2 sampletjes gekregen. Het is een ochtend- en een avondproduct. Het 7 Second Morning Mask en het 7 Second Overnight Mask. Het zijn eigenlijk van die patches waarbij dat je zo je vingers erin kan doen. Je hebt een bobbelige kant en een iets gladdere kant. En dan kan je echt ja, je hele huid invrijven. En het zou dan eigenlijk 7 verschillende functies moeten hebben. Hier zit telkens 10 ml concentraat of serum in. En met die patches kun je dan je huid een massage geven, exfoliëren. Het is een toner, het is een olieserum en een night cream en een sleeping mask. En een mood relaxer bijvoorbeeld voor de avond en dan hetzelfde voor de ochtend. Heel interessant wel. Ik denk als je bijvoorbeeld op reis gaat, dat het misschien wel gemakkelijk is dat je niet te veel skincare moet meepakken. Maar ik persoonlijk vind het wel fijn om verschillende producten en verschillende laagjes en verschillende texturen op mijn gezicht te doen. Dus ik denk niet dat ik hier per se de full size of het potje van zou kopen. Maar het was alleszins wel heel leuk om dat een keer uit te testen en te zien wat dat dan precies was. Een beetje een random opgemaakt product. Dit is zo een vijltje dat je op zo'n
Scholl automatische veil moet doen. Dus dat toestelletje werkt op batterijen en dan draait eigenlijk deze veil waarmee dat je gemakkelijk je voeten kan bewerken na het douchen bijvoorbeeld. Maar na een tijdje merk je wel dat die veil gewoon helemaal op is, dat die vrij glad is en dat die ook niks meer doet voor je voeten. Dus ik moet een keer een nieuwe gaan halen, want ik heb er geen meer. Twee oogcremes. De ene is van Bobbi Brown. Dit is de Hydrating Eye Cream. Ik heb deze al een paar keer gehad. En ja, ik ben hier content van. Het is een hele fijne hydraterende crème. Het is niet super anti-aging, maar echt wel gericht op een fijne hydratatie. Dus kan volgens mij door verschillende leeftijden en verschillende huidtypes gebruikt worden. De Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Nu, in de Advanced Night Repair heeft Estée Lauder een drietal oogproducten, denk ik, dat het nu is. Je hebt de gewone oog... Ja, het is meer een gelcrème. Dan heb je het serum en dan had je deze. Dit is een beetje een combinatie tussen een serum en een gelcrème. Dus niet super vloeibaar, niet super dik. Het was met een, ja, niet echt met een pipetje, maar eerder met zo'n stokje. Ik moet zeggen dat ik dat wel een nadeel vind. In het begin had ik dat niet precies door, maar naarmate dat je het product vaker en vaker gebruikt en dus meer opgeraakt, is het heel moeilijk om aan het product te raken dat hieronder zit. Je kan ook niet echt dat stokje manoeuvreren. Ik kan dat wel een beetje doen, maar er zit zo'n klein beetje hier aan de rand dat ik er gewoon niet uit krijg. Ik heb al geprobeerd om het gewoon de hele tijd zo ondersteboven te laten. Ik heb het al zitten schudden en er komt wel iets naar beneden, maar die laatste restjes die krijg ik er dus niet uit. Wat jammer is, want de Estée Lauder producten zijn natuurlijk ook niet super goedkoop. En ik vind wel dat je dan in staat moet zijn om hier alles uit te halen. Dus ik denk dat ik dit beter zou vinden als het in een pompflacon zou komen. Dat zou gewoon veel gemakkelijker zijn. Ja, maar dus niet meer met dat staafje. Dan een staaltje van Fab First Aid Beauty. Toen ik mijn Sephora bestelling plaatste, kon ik mijn punten inruilen. En dan had er een setje bij van Fab, van First Aid Beauty. En dit was een van de producten. Dit zijn hun Facial Radiance Pads. Volgens mij een van de meest bekende producten. Alleszins, ik zie ze vaak terugkomen op YouTube. Het zijn dus ook van die patchjes. Bijna wattenschijfjes, maar dan iets steviger. En in dit geval geïmpregneerd met een soort van exfoliërend serum. Alcoholvrij, ook voor de gevoelige huid. En ja, door ze over je huid te doen, dus vooral de T-zone en dan zo nek en décolleté, kon je eigenlijk een beetje exfoliëren op een heel zachte manier. Je kan deze dagelijks gebruiken. En er zaten er 10 in zo'n samplezakje. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn om een keer echt goed te kunnen testen. Dus ik zou deze nog wel full size kopen, omdat het gewoon heel gemakkelijk is voor tussendoor een keer te exfoliëren. Een productje van Kiehl's. Dit is de Iris Extract Activating Treatment Essence. Dus eigenlijk een essence, niet echt een toner met meer actieve ingrediënten. Ik ben er wel fan van essences geworden sinds dat ik de SK2 Facial Treatment Essence heb gebruikt. En ik had deze nog in mijn kast liggen en toen al mijn eerste flesje van SK2 op was, dacht ik van oké, een keer dit essence gebruiken. Ik vind het een heel fijn product, maar ik vind het niet zo goed als dat van SK2. Dus ik zou die niet per se full size kopen. Niettemin, als je deze full size koopt, is het heel voordelig. Want het is echt zo'n gigafles, dus je krijgt echt wel waar voor je geld. Nog een skincare product, eentje waar ik zeer, zeer over te spreken ben. En dit is Tatcha, de Water Cream. Kocht ik vorig jaar toen ik in New York was. Ik was heel benieuwd naar Tatcha en de Water Cream leek mij ideaal. Een goede hydraterende gelcrème, speciaal voor de normale tot gecombineerde huid. Hele mooie verpakking, ja, Japans geïnspireerd. Je krijgt van boven zo'n een lepeltje, zodat je heel hygiënisch de crème eruit kan halen. Ik moet zeggen dat ik wel het gevoel heb dat ik hier vrij snel doorgegaan ben. Ik denk dat een maand of twee was die verpakking gewoon op en dat is toch een 50 milliliter. Dus heb ik er telkens te veel van gebruikt? Geen idee. Ik had niet die indruk. Maar in elk geval, ja, verfrissend, een beetje anti-aging, een beetje hydraterend. Een heel, heel fijne crème. Als ik de kans krijg, dan zou ik deze zeker opnieuw kopen. Mijn volgende productje is een beetje opgerold. Dat is omdat ik het meeste eruit heb proberen halen. Ik ga het een keer ontrollen. Het is een hand- en voetencrème van L'Occitane. Dus de Relaxing Hand and Foot Balm met lavendel. Heel ontspannend. Die had ik hier langs mijn bed liggen voor 's avonds om voeten en handen in te smeren. En ja, dat was echt wel een beetje een verwennerij. Ik hou wel van de handcremes van L'Occitane. De gewone met karité is mijn favoriet. Maar deze met lavendel kon mij zeker ook wel bekoren. Dan heb ik nog een staaltje van Jo Malone. Dit is de Lime, Basil en Mandarin Body Cream. Ik was laatst op een event van Planet Parfum. En in die winkel hadden ze ook een vrij grote Jo Malone counter. En we kregen daar zo'n klein zakje en daar zat dit staaltje in. Ik ben zelf niet zo fan van de geur. Je ruikt de limoen en de basilicum en de mandarijn absoluut terug. Op dat vlak vind ik de geuren van Jo Malone echt wel heel puur en authentiek overkomen. Dus
Ik kan daar niks slechts over zeggen. Het is gewoon geen geur voor mij persoonlijk. Ik hou meer van de warmere, kruidige, meer sensuele geuren. Maar ik heb hem uiteraard wel volledig opgebruikt. Heel hydraterend, dat wel. Daar kan ik niks slechts over zeggen. Mijn absolute favoriete lijn van Rituals, The Ritual of Sakura. Dat is de lijn met de witte verpakkingen met de geur van rijstmelk en kersenbloesem. Uiteraard, we zitten nu nog net in het Sakura seizoen. Dus overal die mooie roze bloesems hier bij ons in de Japanse tuin heb je er. Dat is echt wel heel mooi om te zien. Ik word er ook gewoon vrolijk van. Ja, wie wordt nu niet vrolijk van mooie roze bloesems? Maar dus, ja, voor mij ideaal om deze te gebruiken. De doucheschuim. Rituals was de eerste die ze uitgebracht heeft. En wat mij betreft nog altijd de allerbeste. Al kan je tegenwoordig echt wel heel betaalbare en goede varianten vinden bij de meer goedkopere merken in de drogisterij. Maar dus de Sakura-lijn is wel mijn absolute favoriet. Nog een fantastische lijn is deze van Joico. Ik heb de conditioner opengeknipt, omdat ik echt al het allerlaatste eruit wou halen. Dit is de Blonde Life en dit was de gewone conditioner die erbij hoort. Ja, als je blond of geblondeerd haar hebt, dan heb je niet altijd die glans die dat bruin of donker haar heeft. En dit was echt een lijn die daarop inspeelde en die haar wat meer glans gaf. Hele fijne verzorgende conditioner ook. Zorgde er ook voor dat mijn haar gemakkelijk doorkambaar was. Wat ook niet onbelangrijk is, omdat ik heel fijn haar heb waar snel knopen in komen. Dus ja, voor mij was dat het moment om, toen dat het bijna op was, de tube door te knippen en dan zo het laatste eruit te scoopen. Een absoluut fijne lijn. Ik heb de shampoo gebruikt, de conditioner en het masker. Ik vond ze alle drie fantastisch en ik ga ze ook alle drie opnieuw kopen. Ook deze, fantastisch, betaalbaar en altijd in mijn opgemaakte video's. De Got To Be Too Sexy Big Volume Push-Up Volumizing Hairspray. Een fijn drogisterijproduct dat goed werkt. En laatst was er bij Kruidvat nog een 2 plus 2 gratis actie. Dus ik heb nieuwe haarsprays ingeslagen. Dus je gaat ze de komende tijd zeker en vast nog opnieuw zien langskomen. Mijn favoriete droogshampoos zijn die van Batiste. Omdat ik ze prijskwaliteit echt wel het allerbeste vind. Ik heb ook duurdere droogshampoos geprobeerd van echt kappersmerken zoals Kerastase. Die waren fantastisch goed. Maar ik vind zo, ja, droogshampoo gaat er nogal snel door. En prijskwaliteit is toch wel belangrijk. En op dat vlak vind ik Batiste de absolute top. Leuke droogshampoos, leuke verpakkingen, veel verschillende geuren. De original is heel clean. Dit is de Sweetie, dus een beetje zoeter. Dit is de Tropical. Ook heel erg lekker. Ze hebben er met kersen, ze hebben er voor blond haar, ze hebben er voor donker haar, ze hebben er voor rood haar. Dus ze hebben een hele collectie en selectie, dus je kan eigenlijk een beetje mixen en matchen. En ze werken gewoon super goed. Ik spuit ze van een redelijke afstand. Ik laat het dan even inwerken en dan werk ik de rest van de droogshampoo in met mijn vingers. Nog een keer doorkammen en klaar. Dat is echt de redder voor wie niet dagelijks of om de 2 dagen zijn haar wil wassen. Ik bedoel, wie heeft daar nu tijd voor? Top productjes voor een heel, heel fair prijs. Zowel bij die als bij Kruidvat te koop. En dan hebben we tot slot, om af te ronden, die beloofde make-up productjes. Deze Bourjois Eye Primer is echt wel een hele fijne ontdekking geweest voor mij in 2017. Het is de eerste eye primer die Bourjois, denk ik toch, heeft uitgebracht. En ze hebben dat meteen heel erg goed gedaan. Het is zo'n tubetje. Eigenlijk lijkt het een beetje op een lipgloss verpakking. Dus ook met zo'n sponsapplicatortje. Dus je kan heel gemakkelijk aanbrengen. Het doet mij qua formule heel erg denken aan de Too Faced Shadow Insurance. Wat eigenlijk mijn favoriete high-end oogprimer is. Dus wat dat betreft was ik wel heel content om deze te ontdekken. Ik heb ook al een tweede. Deze is op, dus die tweede moest er onmiddellijk komen. Ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ik heb toch wat plooikes in mijn oogleden. En ik heb ook iets vettere oogleden. Zou ik geen primer gebruiken, ja, dan gaat mijn oogschaduw gewoon creasen. Dus in de lijntjes kruipen. En ook wel sneller vervagen. En met deze eye primer heb ik daar dus absoluut geen last van. Fijn product, budgetvriendelijk, maar echt wel iets minder budgetvriendelijk. Maar toch wel een van mijn topfavoriete mascara's. Naast die van Yves Saint Laurent, deze van Chanel Le Volume. Gewoon de basic Le Volume, zwart, niet waterproof, geen rare kronkeltjes. Een geweldige mascara als je van volume houdt. Als je niet van volume houdt, als je alleen zoiets hebt van ik wil lengte en hele fijne wimpertjes, blijf hier van weg. Maar als je van volume houdt en gaat voor dat va-va-voom, bam effect, yes, dit is het. Van bij het eerste laagje, 2 laagjes is wauw. Ja, dit spul doet wat hij belooft. Is in het begin een beetje een nattere formule, maar blijft daardoor ook wel heel lang goed. Ik denk dat ik ongeveer 6 maanden kan doen met 1 tube. En ja, ik weet dat er van onder 3 maanden staat. Maar zolang dat dat niet slecht wordt en niet irriteert en niet raar begint te ruiken, vind ik dat ik zoveel als mogelijk uit mijn dure Chanel mascara moet halen. En doordat ik die zo lang kan gebruiken, vind ik dat dan ook wel weer zijn geld waard. Omdat ik dan niet om de 2 of 3 maanden een nieuwe moet kopen. Dus ja,
I love this. Een ander fantastisch product is NARS. Meer bepaald de NARS Laguna Bronzer. Nu, ik laat dit palet zien omdat ik de bronzer niet apart heb. Dus ik heb die in dit paletje, limited edition was het, kerstmis denk ik, 2-3 jaar geleden, zoiets moet dat geweest zijn. En ik heb de bronzer volledig opgemaakt. Met de blushjes kan ik nog even verder, maar de bronzer is in elk geval een groot favoriet. Ik was altijd een beetje bang van Laguna. Denkende van, oeh, dat is misschien toch wat donker voor mijn bleke huid. Maar eigenlijk, Laguna kan je heel gemakkelijk opbouwen. 2-3 laagjes zonder te overdrijven. Het is een hele mooie kleur. Niet te koel, niet te warm. Perfect neutraal. Werkt dus volgens mij voor heel veel verschillende mensen. Het is een heel fijn gemalen poeder. Oh, het ziet er zo mooi en naturel uit op de huid. En ik heb nog een heel leuk nieuwtje. Want tot nu toe kon je NARS bij ons in België niet kopen. Maar, ta-ta-ta! Vanaf volgende week vrijdag is het merk exclusief te koop bij Parfuma. Dus Parfuma in Antwerpen op de Eiermarkt. En ik vermoed ook op een online webshop. Ik ben niet helemaal zeker of dat zo zal zijn. Maar alleszins wel in de winkel. Ja, het is gewoon te koop bij Parfuma vanaf dan. Fantastisch, toch? Allee, ik heb tot nu toe nooit een foundation of concealer durven kopen. Ik heb ze wel zien staan in Londen, maar dan had ik al zoveel andere dingen gekocht dat ik dacht van oké, niet overdrijven. Ik vind het toch wel belangrijk dat je zo een keer kan swatchen en de juiste tint en allee, ja, ook concealer kan kopen, dat je een beetje weet wat dat je koopt. Niet dat je met de verkeerde kleur naar huis komt, maar nu kan je gewoon bij Parfuma in de winkel. Oh, ik vind het geweldig. Ik ben super benieuwd naar hun collectie. Ik wil daar alles zien, alles swatchen. NARS heeft dan onlangs een nieuwe concealer uitgebracht. Allee, onlangs, een jaar of twee geleden. De Radiance Creamy Concealer, die wil ik zien. De nieuwe foundation wil ik ook zien. De Sheer Glow Foundation, eigenlijk wel een klassieker, die wil ik ook wel een keer swatchen. Ze hebben een paar nieuwe highlighters uitgebracht. Die zien er ook super mooi uit. Dus ik denk, als ik Parfuma binnenloop, dat ik zeker en vast met een zakje vol NARS spulletjes terug naar buiten loop. Dus ja, yes. NARS bij Parfuma. En voor mij een absolute aanrader. NARS Laguna, bronzer die perfect past, ook voor de lichtere huid. So yes, dat waren mijn opgemaakte producten. Dankjewel alvast voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, dan zie ik jullie hopelijk snel terug met een nieuwe beauty video of met een vlog. Tot de volgende keer. Dag!